Nominaties voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs, werken waarvan ook veel in Schiedamse huishoudens en in het straatbeeld zijn te vinden, en absurdistische schilderwerken. Deze week openen 3 nieuwe exposities in het Stedelijk Museum. Lottie van der Gaag was eigenlijk een 20e eeuwse beeldhoudster. Dus zij is eigenlijk veel meer bekend om haar beelden. En heel veel mensen weten niet dat ze ook heel erg veel heeft geschilderd en getekend. En dat laten we nu zien. En dat is best wel bijzonder, want heel veel van die schilderijen die zijn eigenlijk nog nooit getoond. En het is zeker de moeite waard, want het zijn vrolijke werken. Het zijn fantasievolle werken en heel veelzijdig. 1 trap omhoog en bezoekers staan in een ruimte vol kunst van het hier en nu. Het Schiedamse Museum heeft altijd in het teken gestaan van ruimte bieden aan moderne kunstenaars. Vandaar de samenwerking met de Volkskrant voor de Beeldende Kunstprijs. Bij de Volkskrant Beeldende Kunstprijs worden kunstenaars geselecteerd die onder de 35 jaar zijn en die veelbelovend zijn en hartstikke mooi werk maken. En Stedelijk Museum Schiedam biedt hen een podium en stelt hun werk tentoon. In het najaar komt de jury langs met als voorzitter Lilianne Ploemen, die gaan beslissen wie van deze een aanmoedigingsprijs krijgen van 10.000 euro om hun praktijk verder te ontwikkelen. Dat wordt een hele lastige taak, want het zijn 4 waanzinnige kunstenaars. Op de zolder van het museum is vanaf zaterdagochtend het werk van Schiedamse kunstenaar Piet van Stuivenberg te zien. Ja, wat bijzonder is aan Piet van Stuivenberg is dat hij was een echte maker. Hij werkte het liefst, was hij in zijn atelier aan het werk. En hij was daar ook heel bescheiden in. Hij was niet iemand die de boer op ging met zijn werk om het te verkopen bijvoorbeeld. Maar hij was wel heel actief in verschillende kunstenaarsgroepen, waarin hij dus ook echt zich inzette om de moderne kunst en ook de meer abstracte kunst echt naar buiten te brengen. En daar tentoonstellingen mee te organiseren. Dus hij zette zich wel heel erg in voor de moderne kunst algemeen.